Wat is het belang van Europa voor de Nederlandse e-commerce sector? Nou, vandaag en de komende dagen mogen alle Europeanen naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. Verkiezingen die vaak worden miskend door zowel consumenten, bedrijven en de ondernemers. En toch zijn die verkiezingen van groot belang. Niet in de laatste plaats voor onze digital commerce sector, want laten we wel wezen, heel veel van de voor onze sector relevante wet en regels worden immers in Brussel bepaald. Een paar dingen die op het spel staan. We willen natuurlijk een eerlijker logistiek speelveld. Maar laten we het tempo een beetje opvoeren met het implementeren van allerlei prachtige pilots en ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld het standaard pakketlabel. Prachtig initiatief, maar dat kan best wel wat sneller uitgerold worden. Platformen zijn dé nieuwe motoren voor de Europese e-commerce groei. Dus een Europese wet die eraan zit te komen voor platform-to-business relaties moet dan gewoon een perfecte, juiste balans vinden tussen de belangen van platform aan de ene kant en die van vaak kleine retailers, brands en webwinkels aan de andere kant. Ander puntje is dat we de wetgeving nou een beetje eenvoudig moeten houden. Dat zorgt gewoon voor een betere naleving. Veel wetten zijn nog toegeschreven aan een kanaal A of een kanaal B. Maar laten we die verschillende kanalen en die online offline kanalen die toch al met elkaar integreren, laten we daar een wetgeving voor maken die simpel is en die we gewoon voor iedereen toegankelijk kunnen maken. Een ander groot punt is natuurlijk dat veilig shoppen, dat is een must. We moeten dat goed met elkaar regelen. En natuurlijk, er wordt al heel veel geregeld, maar beleidsbepalers in Europa moeten ervoor zorgen dat er adequate bescherming is tegen cyberaanvallen, tegen fraude, tegen onveilige producten. En het punt daarbij is dat heel veel Europese wetten zijn er al, die bieden bescherming, maar goed, die worden vaak nog niet goed gehandhaafd door nationale handhavingsinstituten. Een ander punt van orde is dat cross-border betalen gestimuleerd moet worden. Want laten we wel wezen, willen wij een competitief betaallandschap hebben in Europa, dan moet er ruimte zijn voor ontwikkeling van innovatie, van kosten, effectieve en veilige betaaldiensten. Cruciaal om aan de veranderende verwachtingen van consumenten te kunnen voldoen. Nog een ding is dat we moeten inspelen op technologische innovaties als artificial intelligence, kunstmatige intelligentie en blockchain, die voor een revolutie zorgen in de digital commerce sector. En helaas liggen we hier als Europa vaak nog wel op de concurrenten achter. Nationale overheden kondigen allemaal prachtige grote plannen aan, investeringsprogramma's, maar laten die nou een beetje met elkaar op elkaar afstemmen. Want alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat we niet overgeleverd worden aan de Amerikaanse en de Chinese grootmachten. En last but not least, uiteindelijk draait het om mensen. En het bevorderen van digital skills betekent gewoon dat we er moeten zorgen dat mensen met goede digitale vaardigheden al over Europa worden opgeleid. Zonder goed gekwalificeerde mensen is het gewoon geen goed zaken doen. En de EU moet ervoor zorgen dat we ICT-ontwikkelaars, programmeurs, data-analisten, nou, noem het allemaal maar op, dat we daar goede maatregelen voor nemen, goede leraren, goede trainers, die de werkers van de toekomst gaan opleiden. Nou, de uitdagingen die nu op ons afkomen zijn te groot om ze alleen als Nederland het hoofd te bieden. En voor een succesvolle e-commerce branche moeten we daarom al als Europeanen nu de handen ineens slaan en samen aan goede regels en voorschriften werken. Alleen door als Europa op te treden kunnen we het succes van online winkelen uitbouwen waar het kan en beschermen waar het nodig is.